We gaan dus piano spelen. En dat doen we niet met de interne geluiden. Maar ik heb deze prachtige software gevonden. En van de Studio Grant. Het mooie is, er zit een gratis demo aan boord van deze software, van een piano, van een Steinway. Dus we gaan Steinway piano spelen. Hoe doen we dat? Dat doen we door ons programma met een virtuele MIDI-kabel te verbinden aan dit programma. Hier kiezen we onze virtuele MIDI-kabel Loop MIDI. Alle informatie staat op onze website, hè, waar je dat kunt vinden. En ook gratis kunt downloaden. En die gaan we dus verbinden met die Steinway. Hier ook, zie je. Loop MIDI port 1. Alleen nu is de input. Nu, als je dus op de akkoorden speelt, hoor je die piano. Er is nog iets bijzonders, zoals je hoort. We hebben velocity. Dus je kunt zachtjes spelen. En hard. Dus je kunt gevoel erin leggen. Ik heb eens een stukje geprobeerd. Van Bach. Nou, heb ik ook meespeelmuziek gevonden. Ik ga eens kijken wat er gebeurt.